Beste René, hoort Nouri niet gewoon in de basis bij Ajax? 19 jaar oud, wordt wel eens een keer tijd, zeggen sommige mensen. Goede voetballer. Nee, maar je kan hem af en toe wel brengen. Maar het is... Het is natuurlijk bij uitstek een voetballetje voor dat kunstgras in, bij Kozakken Boys. Ja. Vindt hij lekker natuurlijk, hè? Op een hoger niveau moet je hem ook nog een keer testen. Want ja, dit Willem II stond met 4-0 achter toen tegen Ajax. Nu, dit zijn amateurs, dus ook wel een keertje in een normale wedstrijd. Maar tegen Excelsior basis plaatsgeven. Gewoon even kijken hoe het gaat. Nou, ik zal geen basis plaatsgeven. Maar als je met 3-0 voor staat tegen Excelsior, kun je hem naar de rust erin zetten. Dan kun je eens kijken hoe hij tegen Excelsior doet. En zo moet dat een beetje bouwen en dat jochie ongeduldig wordt. Ja, dat is logisch, want iedereen maakt hem wijs dat hij een wereldtalent is. Die hoort niet anders. Nou, 53% vindt nu dat hij gewoon in de basis moet gelijk, voor onze kijkers. Ja, maar zo zit de wereld niet in elkaar, want dat kan Bos niet maken. Want als hij dan fysiek ten onder gaat, dan is Bos een domme coach. Ja, dat zag je ook met die Donny van de Beek. Die kreeg op een gegeven moment een basisplaats. Nou, die maakt het ook helemaal niet waar op dat moment. Nee. Dat is gewoon veel te vroeg. Maar je moet, ik vind ook wel, hij moet hem wel veel vaker brengen. En dan kan je zien of dat fysiek nou wel of niet. Want hij heeft wel een paar goede ogen. Ja, maar Nouri is er zelf ook een beetje ongeduldig aan het worden. Dus kijk wat hij zelf van zijn optreden vond. Wat vond je van je eigen spel? Want je stak er echt met kop en schouders bovenuit. Dankjewel, ja. Heb je dat door als je speelt? Je hebt wel gewoon een beetje door dat je goed bezig bent. Alleen, je bent gewoon meer blij eigenlijk. Je bent gewoon blij. Je hebt een fijne wedstrijd speelt. Je staat een beetje te glunderen ook, weet je dat? Dankjewel. Staat er hiernaast nog een meneer die het een beetje voor het zeggen heeft bij Ajax. Heb je enig idee wanneer het definitief Nouri bij het eerste is? Nee, dat weet ik niet, maar goed. Wat denk je? Wat hoop je? Ik hoop snel, zoals iedereen, maar je weet het niet. En ik ga nu gewoon genieten van dit moment dat ik heb gekregen, de kans die ik heb gekregen van de trainer. Daar ben ik blij om. En, iets harder dan hoort hij ook nog. Hè? Iets harder dan hoort hij hier nog. Ja, ik ben blij met mijn kans. Dankjewel, man. Dankjewel.